Er bestaan twee soorten déjà vu's, de psychologische en de fysische. Bij de eerste soort lijkt het of je reeds iets gezien hebt, maar in werkelijkheid is dit niet zo. We kregen vandaag een déjà vu van de tweede soort. Met de kerstvakantie in 1617 stonden we met ons nest reeds in Esch-sur-Sûre. Het was toen 40 graden kouder dan nu, als het niet meer was, zeker 's nachts. Het dorp ligt aan het begin van de Lac de la Haute-Sûre, een stuwmeer gevormd om hydro-elektriciteit op te wekken. We hadden het plan om er met onze fietsen rond te rijden, maar de dame die ons in behoorlijk Nederlands te woord stond in La Maison du Parc Naturel, bracht duidelijkheid dat dit niet mogelijk was. We hadden in hetzelfde huis anderhalf jaar geleden wandelkaarten van de streek gevraagd. We breidden toen zelf een tochtje aan een van 41,5 kilometer. Er zaten klimmetjes bij van 12%. Respect voor de renners vandaag in de Tour, waarbij de beste klimmers 11% aan 21 km per uur omhoog klimmen. De rest van de middag werd gevuld met tukken, lezen en de Tour. Vanavond staan worstjes op tafel die ik gisteren op onze tweede barbecue van de reis heb gebraden. Sorry Trump voor het fake news, maar in Luxemburg kan je goedkoper tanken dan in Oostenrijk. Ik had mijn info geplukt van het internet zonder mijn bronnen te controleren. Morgen doe ik onze tank nog eens vol om daarna in één keer naar huis te rijden. We hopen rond 2 uur thuis te zijn, zodat Sabrina nog inkopen kan doen. We zijn heel tevreden over de voorbije reis. De marken hebben de verwachtingen helemaal ingelost. Het was er warm, maar dat is het blijkbaar thuis ook. En ik vind de zuiderse warmte draaglijker dan thuis. Het was een reis vol afwisseling. We slingerden voortdurend tussen de Appenijnen en de kust, zodat het landschap er telkens anders uitzag. Hoogtepunt vonden we Le Piano Grande, de prachtige velden met weidebloemen die toevallig gisteren als slot in het laatavondnieuws getoond werden. De Marke is een verzameling van vele dorpen en steden, maar we hebben vreemd genoeg geen indigestie opgedaan. Ieder stadje was anders en vaak kregen we er een wauwgevoel. Italië is ook een kamperland. Nooit hadden we probleem om ons toilet te lozen of water te tanken. We stonden dit jaar op fantastische plaatsen en hebben ons geen minuut onveilig gevoeld, ook al stonden we vaak moederziel alleen. De boordcomputer resette zich gisteren uit eigen beweging, zodat ik niet correct ons aantal kilometer kan meegeven, maar het zou rond de 4500 kilometer liggen. Dit is de laatste blog van onze zomerreis dit jaar. Ik hoop dat je met mijn verslagen even kon meegenieten met ons. Tot de volgende.